bordjes. Kijk uit voor de bordjes. Ja. Hallo. Hoe gaat-ie? Ja, wij wouden even vertellen hoe moeilijk het vandaag de dag is om fan van iemand te wezen. Wij zijn altijd fans van iemand geweest. Ja, je huwelijk, dat is natuurlijk ook een fanclub met maar twee leden. Maar je kan het beste fan van iemand anders wezen, want anders hou je je eigen fanclub niet bij elkaar. Begrijp je dat, Bert? Begrijp er niks van. Dat bedoel ik nou. Afijn, jaren geleden waren wij fans van Gerrit Braks. Ouderwetse, Bert. Iemand uit de politiek. Ja, gezellige, dikke, keurige man. Maar goed, die man gaat uit de politiek, dus toen was het met de Gerrit Braks fanclub ook gauw gedaan. Wat moesten we doen? Toen zegt een zwager van mij, je moet eens mee naar een concert van Koos Albers. Wij erheen, nou mooi joh. Koos komt op in die rolstoel, de mensen gaan op de stoelen, wij ook, hè Bert? Ik heb mijn poten nog gebond om die aansteken. Ja, het is een poten gebond. Toen zijn we 2 jaar lang fans geweest van Koos Albers. Mooi hè? Maar ja, dat ging toch ook op een gegeven moment vervelen elke avond van wat er. Erg hè, voor Koos. En je bent een avondje uit. Wat moesten we doen? Toen zegt een buurvrouw, die zegt, ken je Frans Bauer? Zegt, nee, wij naar heen, Bert. Frans Bauer. Nou, Frans Bauer, die komt op, zeg. En ik werd helemaal week van binnen. Jij ook, Bert? Helemaal nat. Van binnen en van buiten. Helemaal nat. Aardige jongen, joh. Mooie stem van Hol, sterren aan de hemel staan. Hij bent mooi, joh. Dat heeft ons een heleboel geld gekost. Zeker 60 concerten wij daarheen. Ja. 40 gulden per persoon. Ja. En je benzine, en je eten, en je drinken. En de knuffelberen, want dan moet hij hebben van ze. Geef knuffelberen, daar houdt hij van. Maar ja, toch kwam er toch een moment dat je zegt, ja, wat heb je nou eigenlijk aan die Frans? Beetje raar, die Frans. Maar dan gaf hij een knuffelbeer in de kleedkamer, kreeg ik een pakkerd. Maar Bert ook. Bertje werd gezoend door Frans. Gaf hij zo 3 keer, gaf hij zo een zoen. Ja, gek is, Bert vond dat lekker. Bert, jij vond dat lekker. Jij krijgt zo'n boei. Toen zeg ik, afgelopen. We zijn geen fans meer van Frans. Ja, wat moesten we doen? Ja. Toen zegt een kapster tegen mij, kijk eens naar Paul de Leeuw. Ja, dat is leuk. Zeggen wij, nee, Paul de Leeuw, dat was van vroeger. Nee, grap op invalide. Toen waren wij nog fans van Koos Albers. Zegt, nee, toen hebben we toch gekeken. En leuk, Paul de Leeuw. Hé, Bert, leuk, joh. Net als vroeger van Jos Brink. Jos Brink, maar veel leuker. Dat komt. Paul de Leeuw is veel homoseksueler geworden vandaag de dag. He, dat hij zo zwaait met die handjes en dan gaat hij naast een hetero zitten en dan zegt hij, zou je het eens een keer met mij willen doen? Leuk hè Bert? Is dat leuk? Wij grote fans van Paul de Leeuw. Tot donderdag, want wat gebeurt er? Komen er bij Paul de Leeuw ineens 5 meiden op, dat Bert die gaat recht overeind in zijn bed en die zegt, godsamme, wat een lekkere wijven. Ja, wel leuk. Ja, is gebeurd. Lekkere meiden. En sindsdien is Bert helemaal in de Spice Girls. Foto's uitknippen. Dingetjes, ja, dat is helemaal niet fris met die Spice Girls. Want die fans, dat zijn meisjes tussen de 6 en de 11. Daar zit Bert tussen. Je bent heel pedofies, ben jij bezig, Bert? Nee, dat is viezigheid. Afgelopen. Die Spice Girls gaan morgen de deur uit. Dus ik dacht, wat moeten we nou? Toen ben ik vanmiddag naar boven gegaan, naar zolder. En we hadden ze nog, de platen van toen we verloofd waren in 1959. Moet je kijken. En sindsdien zijn we weer, sinds vanmiddag, fans van die goede oude Everly Brothers. Zijn gewoon 2 broers met gezinnen. En dat is duidelijk. Ja. Weet je wat je dan hebt? En mooie Bert komt er eens bij. Ja. Zijn ze mooi of niet? Mooi, dus, hè? Dat ben je dat we ook een fan van ze zijn. Mooi, hè? Dat is een Maar de binnenlandse politiek wordt overschaduwd door de buitenlandse. Met name de ongelooflijk snelle veranderingen in Duitsland. De regering trad af, er kwam een nieuw politbureau, een vervroegde partijconferentie. De muur heeft geen functie meer, maar het zijn vooral de mensen die niet weten wat ze meemaken. Hier aan tafel de Oost-Europa-kenner verbonden aan de Rijksuniversiteit van Limburg, dokter Remco Klavan. Dokter Klavan, het gaat allemaal ongelooflijk snel, hè? Meneer Van Beema, het gaat ongelooflijk snel. Ja, in 1 week tijd treedt de regering af. Ja. Er komt een nieuw politbureau, een vervroegde partijconferentie. Het is toch niet gering, hè, wat daar gebeurt? Als u nagaat dat in 1 week tijd de regering aftreedt, dat er een nieuw politbureau wordt benoemd, dat er een vervroegde partijconferentie wordt uitgeschreven. Dat is niet gering, hoor, wat er daar gebeurt dan. En dan nog de muur, die eigenlijk geen functie meer heeft. De muur die
heeft eigenlijk geen functie meer. Ja. En het lijkt mij dus dat de mensen niet weten wat ze meemaken. Ik denk dat de mensen niet weten wat ze meemaken. Ik denk dat de mensen net zo verrast zijn als ik zelf uiteindelijk ben. Terwijl u toch een Oost-Europa-kenner bent. Terwijl ik toch een Oost-Europa-kenner ben. Maar dat is een andere kant van de zaak. Ik denk ook dat dat specialisme van Oost-Europa-kenner... dat dat helemaal op de helling komt te staan. Als het zo doorgaat, Oost-Duitsland, Polen, Hongarije... als het gewone Europese open landen worden... je spreekt ook niet van een Frankrijk-kenner. Je zegt ook niet een Spanje-deskundig. Dus ik denk dat zo'n Oost-Europa-specialist... nou, er zijn er 300... dat die over een tijdje geen droog brood aan Oost-Europa meer kunnen verdienen. En ik denk dat het niet ondenkbaar is... dat ik over een tijdje over Oost-Europa u niet meer weet te vertellen dan u zelf al weet. Dat vind ik een hele griezelige ontwikkeling. Heel griezelig. Seine Lüfte wehen so mild, blumiger Düfte atmend erfüllt. Seine Lüfte wehen so mild. Wat bent u daar aan het doen? Als ik vragen mag. Hè? Wat filmt u daar? Bent u opname aan het maken van vrolijke lentebloemen voor de Pasen? Narcissen. Vreselijke bloemen. Dat giftige geel. Bah. Alleen het woord al, narcissen, voorspelt niet veel goeds. Weet u wat dat is, het narcisme? Weet u natuurlijk niet. Het narcisme is een sterke tot ziekelijke zelfingenomenheid. En dat karakteriseert die bloemen uitstekend. Zijn ziekelijke zelfingenomen bloemen op die lange, dunne stelen. Bah. Geldt trouwens voor alle lentebloemen. Die smakeloze, vloekende kleuren. Die paarse krokusjes naast die knalrode tulpen. En die helblauwe druifjes. De druifjes. En de mensen weer in drommen naar de keukenhof. Hè? Lopen ze elkaar onder de voet om een perkje te kunnen zien... met kleuren die pijn aan je ogen doen. Ik vind trouwens die hele lente een obscene tijd. Met die bloemen die maar schaamteloos opengaan... zodat je in die kelken kan kijken. En zie je die vieze meeldraden en die stampers open en bloot hangen. Nou, ik heb er niet om gevraagd, laten ze die viezigheid voor zich houden. He? Waarom kan het niet gewoon winter blijven? He? Lekker koud, lekker kaal. De lente maakte veel emoties los die de mensen niet kunnen hanteren. Dat is het. Krijg je regels zoals in dat Schubert-lied. Es lächelt am tiefblauen Himmel so mild und hat mir das Auge mit Tränen gefüllt. Waarom? Waarom? Ja, zing dat wel. Waarom? Waarom moeten mijn ogen met tranen gevuld? Dat wil ik helemaal niet. Stel ik geen prijs op. Mijn ogen moeten niet met tranen gevuld. Dat is de lente. Dat doet de lente. Je ogen met tranen vullen. Voel ik niet voor. Hat mir das Auge mit Tränen gefüllt, hat mir das Auge mit Tränen gefüllt. Warum? Warum? Is ook leuk wonen, hè, Jet? Eens kijk. Jesse Gatsi. Wat is er, Jet? Jesse Gatsi. Wat is er, zus? Heeft er toch weer een kerel zijn handen niet thuis kunnen houden en dergelijke? Oh, je bedoelt die godsdienstleraar op die school in Rijssen? Nee, die franukte aan jongens. Die kunnen tenminste nog van zich afbijten. Nee, ik lees hier over die judo-coach. Oh, aan ja. De wereldkampioenes Anita, Irene en Monique. Nou, ja. Jesse Gatsi. Meisjes-judoka's kunnen zich toch ook uitstekend verdedigen, zou je zeggen? Ach, Koos. Ja. Je hebt toch geen schijn van kans als zo'n kerel je in een houtgreep neemt en dergelijke? Nou ja, misschien heeft hij ze wel bepaalde grepen bijgebracht... waardoor ze nou juist wereldkampioenen zijn geworden. Zou het toch ook kunnen? Nou, coach, kan vraag, je wel hè? Zeggen... ik dank onze lieve heer op mijn blote knieën... dat ik nooit het slachtoffer ben geworden van seksuele intimidatie en dergelijke. Nee, nooit. Oh, ik wel. Tenminste, dat heette toen nog niet zo, maar ik ben geloof ik wel eens geconfronteerd hoor, met seksuele intimidatie. Oh ja, Koos? Ja. Oh ja? En wanneer was dat dan? Dat was van mijn 6e tot mijn 9e en elke week. Oh, daar heb je me nooit iets van verteld, nee, Koos. Nee, is gek, hij komt nu pas boven. Ik denk ook steeds vaker aan hem, hè, nu. Aan wie, Koos? Nou, aan meneer Nawijn. Meneer Nawijn, weet je wel? Onze pianoleraar? Ja, meneer Nawijn, met het blauwe strikje met die witte spikkeltjes. Nou, jij zat zo te spelen. Ja, dan hing meneer Nawijn zo over me heen. Voor de vingersetting, hè. En dan voelde ik zo die vlinder van hem kietelen in mijn nek. Jesse Gatsi.
En eerlijk gezegd ook een beetje in mijn buik. Heeft hij dat bij jou nooit gedaan, meneer Nawijk? Nee, nooit. Zo? Hij zat bij mij het hele uur daar op de holpoef. En de visboer ook niet? De visboer, Koos? Dat was toch elke zaterdagmorgen, weet je wel, Jet? Ja. Er kwam de visboer zo met die grote schaal verse zalm, dat plateau van pa, aan de keukendeur. Ja, ja. En ik was 12, 13, 14, zoiets. En dan had ik hem betaald, en dan draaide ik me om, Jet. Ja, ja. En dan gaf hij me zo'n tik op mijn billen, de visboer. Jesse, gaf hij een tik op je billen, Koos? En dan zei hij, ik zal nooit vergeten, dag, lekker karpertje van me. Maar voelde jij je niet afschuwelijk vernederd en dergelijke? Nou, dat viel eigenlijk wel mee. Nee, eigenlijk niet. Maar het deed toch vreselijke pijn? Nou, ja, wel als hij kneep. Als hij kneep natuurlijk wel. Jij liet je door de visboer in je billen knijpen? Nee, in mijn borsten. Maar die had ik toen pas net, hè. Nee, we gaan alsnog een aanklacht indienen tegen de visboer en tegen meneer Nawijn. Ja, maar die zijn toch allebei al lang dood, Jet? En ik heb er toch niks aan overgehouden? Nee, maar dat komt nog wel. En ik heb absoluut geen zin om met een zenuwzieke en misbruikte zuster naar een slachtofferplatform of een lotgenotenweekend te karren. Nee, we gaan een aanklacht indienen. Het gaat niet alleen om jou, heer Koos, ook om de mijne. Het gaat hier over alle vrouwen. Nou ja, goed, dan kan je wel aan de gang blijven. Dus wat dacht je van Albert en Anton? Hè? Albert de tuinman, ja, Koos. Ja, en Anton de paardenboy. Wat hebben die met je gedaan, Koosje? Nou ja, wat niet. We deden gewoon allerlei leuke spelletjes en zo ook. Maar wanneer dan? Wanneer jij pianoles had van meneer Nawijn. En wat waren dat voor spelletjes, Koos? Nou, dan verstopte ik een knikker of zoiets. En dan moesten ze doen wie hem het eerste had gevonden. En waar verstopte jij die knikker en dergelijke? Meestal in mijn broekje. In je broekje? Ja. Liet jij je door de tuinman en de paardenjongen in je broekje zitten, Koos? Nou ja, niet tegelijk, maar één voor één. En Koos, kwamen ze dan aan je voorbips? Ja, nou ja, ook wel eens aan de voorbips. Maar ik liet ze altijd eerst vooraf de handen wassen in de vijver. Oeh, afschuwelijk, Koos. Nou ja, yes, gatsie, ik weet niet wat ik hoor. Ik ben volkomen stupefait en flabbergasted. Ze zouden hem maar bij die kerels gewoon af moeten hakken. Midden op het binnenhof. Jet, weet je nog die twee schoorsteenvegers? Oh, nee. Die een jaar voor de open haard kwamen. Nee, Koos, zwijg. Ik word er niet goed van. Ik word er onpasselijk van. Ik moet er gewoon van braken. Ik ga nu meester Toepoel bellen. Het is verschrikkelijk wat ik hoor. Ja, verdraaid, dan was ik bijna de glazenwasser nog vergeten. Leuk, hè, dat het allemaal weer boven komt. Ik vind het zo lekker, hè. Zo leuk om dat echt gezellig in mijn eentje lekker te verwerken allemaal, hè. Goedenavond, meneer Kipping. Meneer Kipping, het probleem wat u vanavond behandelt. Dat. Wat? Nee, dat. Wat dat? Dat wat? Welk wat? Dat wat dat meneer Van Kooten gebruikt. Meneer Van Kooten zegt... Het probleem, wat? Dat! Ja, dat ja, dat wat. Ja, ja. Dat lees je steeds vaker en dat hoor je ook steeds vaker. Wat? Wat in plaats van dat? Ja, hoe komt dat, denkt u? Wat? Nou, dat. Dat wat? Ja, dat. Dat wat. Dat komt doordat wij in het taalgebruik heel slordig omspringen met dat en wat. Aha. Daar geeft het niet echte problemen, die verwisseling. Maar als wij in de schrijftaal dat in plaats van dat gaan gebruiken en andersom, dan geeft dat wel degelijk misverstanden. U kunt het beste als regel aanhouden dat als betrekkelijk voornaamwoord terugslaat op iets bepaalds, terwijl dat wat we vaak als dat gebruiken, terugverwijst naar iets onbepaalds. Dus het boek dat ik je leende, maar alles wat ik je gaf. De kinderen keken naar een tv-programma dat wij goed vonden. Ja. Dus, meneer Kipping, niet de kinderen keken naar een tv-programma wat wij goed vonden. Ja, dat kan wel, maar dat betekent iets anders. Anders dan wat? Anders dan dat. Anders. Kijk, ja. De kinderen keken naar een tv-programma dat wij goed vonden, betekent dat wij het programma ook goed vonden. Ah. Maar als je zegt de kinderen keken naar een tv-programma wat wij goed vonden, betekent dat dat wij dat kijken goedkeuren, maar niet noodzakelijkerwijs het tv-programma. Ja, dus als ik u goed begrijp, door het watje dat ik in mijn oor heb, kon ik de dat-recorder niet goed horen, wat ik erg jammer vond. Wat? Ja, nee, nu trekt u het weer in het belachelijke, meneer Van Kooten. Dat is niet de afspraak geweest. Nee, ik ben gevraagd om een serieus taalkundig commentaar te geven. Ja, maar ik wou een voorbeeld geven. Op die manier zeg ik... Meneer Kipping, ik heb niet eens een watje in mijn oren. Ik wou alleen met wat en dat.
Ik wist precies dat het zou gaan gebeuren. Nee, meneer Kipping! Meneer Kipping! Meneer Kipping! Ik probeer wat en dat op een leuke manier duidelijk te maken. Wat is nou het stomste wat je doen kon? Wat? Nou, dat! Nee, het stomste dat ik doen kon, hè? Fuck you in the morning, fuck you late at night, fuck you while the moon or the sun is shining bright. I wanna fuck you, yes, I wanna fuck you. I wanna fuck you, baby, but your door is closed. I will fuck you at the backseat of my newest car. I will fuck you in the toilet of a well-distinguished bar. I wanna fuck you, yes. I wanna fuck you. I wanna fuck you, baby. But your door is closed. I'm sorry, babe. Yes. Yeah. Oh, yes. Fuck you in the wood, fuck you as you like it, as quick and hard as good. I wanna fuck you, yes, I wanna fuck you. I wanna fuck you, babe, but your little door is closed. Yeah. Hi, Onderlul! Hey, ho! We gaan mee, Onderlul, als je al zo leest, staan we vandaan van een klein clubpie. We hebben een tournee gedaan in Den Haag. Alleen maar kleine uitwedstrijden. Altijd is voetbal een stukje naar Leiden, Ghana, Delft. Dus je hebt ook geen tijd om die trein te verbouwen. Dus dat de grote groep supporters. Dat die krijgen politiebegeleiding. Je krijgt een bus met stadion. Die hebben vaste staanplaatsen, alle aandacht. En de kleine alleenstaande vandaal. Kijk niemand erop. Onze Berendien Uitwisp met allerlei wijze tips voor onze gezondheid. Sorry, zonder mij. Ik distancieer mij van kwakzalverij in het algemeen en van dit programma onderdeel in het bijzonder. Dat is jouw spaartakend, meneer Van Kooten. Spaartakken en naalden, ja? Uren laten koken, in een warm bad afgieten, dat is goed voor meneer de Bie. Dat is tegen de opvliegendheid en dat vermindert de klachten in de overgangsjaren. Ah, goed. Berendien, er zijn weer heel wat brieven binnengekomen deze week. Het weer was bar en boos, veel mensen hebben last van verkoudheid en een beetje hoest. Heb je daar wat tegen? Weet je daar iets voor? Spaartakken en naalden, ik zei het al, meneer Van Kooten. Ja. Daar kunt u thee van trekken, u kunt ook kouwen op de sparrenknoppen. Meteen kouwen in de mond nemen, dat is goed tegen de ontsteking van de slijmvliezen. Juist. U kunt ook de sparrenknoppen in een kopje doen, met heet water overgieten. Even, meneer. Nee, meneer, niet nu, hè.
Ja, maar het gaat over mijn vrouw. Ja, maar we zijn gesloten. Nu niet, hè? U had gezegd dat mijn vrouw thee moest drinken, meneer? Van de wijnreutplanten. Wijnreutplanten. Moest een kopje thee van drinken steeds. Meneer, mevrouw Berendien is nu even bezig. Miljoenen kijkers gaan voor, hè? Ja. Nou, misschien... komt u morgen maar terug, hè? Morgen. Tussen 10 en 11 uur. Dat is spreekuur. Nu niet storm. Ja. Even, ja. Ga maar door, Berendien. Ah, dat zijn allemaal gelukkige mensen die komen mee bedanken omdat ze zijn genezen. Kostelijk. Hè? Nou zag ik, ik neem donderdag in RTL 4, het programma De 5 Uur Show, iets over artisjokken, Berendien. Dat artisjokken zouden helpen tegen een te hoog cholesterolgehalte. Wat is jouw ervaring met artisjokken, Berendien? Ja, daar heb ik van gehoord, van de antisjokken, maar dat zijn meer groenten voor de grote stad. Aha. Dat kennen wij hier niet in Wesp, antisjokken op het platteland. Maar u moet maar goed op de naam letten, meneer Van Kooten. Antisjokken zijn dus tegen de moeheid en de lusteloosheid. Anti tegen het shocken. Je gaat er dus vief van lopen. Nee, meneer, schiet u nou weg, hè? Ik heb geen spreekuur, we zijn gesloten. Het gaat om mijn vrouw. Mijn vrouw was zo slap de laatste tijd. Lag ze allemaal te bed. Ja. Hoe ben u gekomen? Heeft u gezegd, ze moet van de wijnruitplanten moest een kopje thee drinken. Wijnruitplanten? Hebben we gedaan. Maar nou is ze overleden. Daar weet ik wel wat voor, meneer. Kom zo bij u. Het heeft nog wel van de thee gedronken, maar ja, niet meer geholpen. Oh. Ik heb er ook eikels in de arm gedaan, maar ze wou niet meer overeind komen, mevrouw. Oh. Dus ik denk, ik geef het maar even door, mevrouw Berendien, dat u dat weet. Neem me niet kwalijk voor de stoornis, mevrouw Berendien. Berendien, in verband met de tijd, bedankt en graag tot een volgende keer. Dankjewel voor alle kostelijke raad, Berendien. Twisp. Ik ben dus Robbie Kerkhoff en ik heb je oproep gelezen. Nou, die sprak mij wel aan. Kom even mee, zou ik zeggen. Graag, ja. Maar daarom ben ik ook zo blij dat jij dat ook zo voelt. Zeker waar. Dat je als oudere jongere gewoon ontkend wordt. Je wordt ervoor gestraft, Koos. Ook dat. He? Je leest altijd over jongeren. Valt alle aandacht op. Hey. He? Van 14 tot 20 of van 17 tot 21. Hey, Robbie. Maar dan houdt het op. Hey, Robbie, hoe oud ben jij nou momenteel? Op dit moment 36. Mozes Kriebel, 36. Hey, nou, dat is ook even te gek, hoor. Want ik ben dus ook 36. Aha. Als dat geen omen is, een voorteken, Koos. Absoluut waar. Nou, Koos, die reisbureaus, daar erger ik me ook wild aan, weet je. Altijd die jongeren reizen, ja, die gaan tot en met 25 jaar. Precies. Dus als oudere jongeren zit je daar weer mooi naast die kortingen. Hé? Ander voorbeeld, ik kan ontzettend goed Jimi Hendrix playbacken. Jimi Hendrix, all along the watchtower. Nou, mini-playback show kan ik niet in, dat begrijp ik ergens ook wel. Nee, maar de gewone playback show ben ik te oud voor. Precies. En de bejaarde playback show wil ik zelf helemaal niet. Ik ook niet, sta ik voor geen huisman of niet thuis. Shit, hey. Mozes Kriebel, even hoor, jongens, even. Shit, is ik die even ik te voel gek? Me net kapitein Haddock. Hey, kapitein Haddock, die zo'n grote whiskyfles in een Vata Morgana ziet staan. Heb je ooit zo'n Morkop gezien? Hey, kijk eens. Hallo, Poppaard. Poppaard is weer terug. Meer in de kop. Mooie kop. Wij hebben meer levenservaring. Als oudere jongeren. Dan more de jonge jongeren. In de kop. More in de kop. More, absoluut waar. Goed. More kop. En heb ik hier gestuurd. Nou, is een beetje geschetst. Maar dat moet. Er zit te veel slagroom op. Wacht even. Dat moet gestileerd dus. Hè? Dus ja. Dat zo'n vignetje krijgt, een briefpapier, zo. En dan zo gestileerd, zo boven. Een moorkop. Hier, stichting Moorkop. Komt heeft ook wel iets van een paddenstoel. Maar dan van een vriendelijke paddenstoel. Het is niet agressief, weet je. Een paddenstoel om op te eten. Ik denk dat er niemand tegen de moorkop is. Hello?
die locatist te denken, weet je wel. Oké, dat je als oudere jongere niet op een kinderkaartje mag reizen, akkoord kan ik inkomen. Maar dat een moorkop niet op een kinderkaartje mag, hè. Hè? Ik heb voor een moorkop gewoon een volwassen treinkaart. Schande. En ik heb mijn geld voor twee retour Den Haag. Shit! Dus die moorkop zit op een hele kaart. Shit! Mozes, kriebelé, jij nog de pijn. Want nou, dan moet ik alleen. Dan moet ik alleen. Dan moet jij alleen, Koos. Niks aan te doen. En daar wordt dus te weinig voor gedaan. En daar wil die stichting Moorkop zich voor in gaan zetten. Ook met die tienertour van jullie, joh. Ik vind het mooi, hoor, dat die kinderen kunnen reizen. Maar als je net zo reislustig bent gebleven je leven lang, als oudere jongeren, dan hoef je niet om korting te komen. Nee, sterker nog, dan moet je een hele plaats voor een moorkop betalen. Ja, even wachten. Dat is een boek. Een boek, goed. Science fiction. Nee, helemaal niet. Nee. Juist niet. Maar dan mag je wel eens van me lenen. Fijn. Dat begint met de regels. De jongens waren wij, maar aardige jongens. Dat zeg ik het zelf. Ja. Ik dacht, als we dat nou als motto op het briefpapier van Moorkop zetten. Ja. Dus dat er staat, jongens zijn wij, maar oudere jongens. Aardige, oudere jongens. Al zeggen wij het zelf. Goed! Bewoners van de Arnhemse wijk Tranendal namen de afgelopen weken het recht in eigen vuist en sloegen de huizen van diverse dealers aan diggelen. Ik denk vrije heroïneverstrekking is de enige oplossing. Woensdag werd een ijzeren staaf in het Ajax-stadion op het veld gegooid. Ja. Ik denk de F-side in de skybox. Daar kunnen ze er niet bij. Ja. En, we kunnen ook een pilsje drinken, joh. Mag ik even mijn zin afmaken? Even, sorry. Sorry. Lange lul. Ik heb het voor niet aan gedaan. Nee. Ik vraag of ik een pilsje kon drinken. Blijf dan buiten, wil je? Ja. Van koude jong, kom een pilsje drinken. Ja. Ik kom verbuiken. Even hoor. Omdat er een onderklasse ontstaat en we daar toch communicatie mee moeten openhouden, leek het ons goed om Dirk, bijgenaamd De Pens, te vragen zijn commentaar op de afgelopen week te geven. Ja. Hey Dirk, dat leek ons het... Verkouden? Ja. We gaan boeren, joh. Ja, okay. We gaan een pilsje drinken, joh. Ja. Dirk, meteen straks, pilsje, samen gezellig. Maar wat vond jij nou het belangrijkste van die afgelopen week? Vertel eens. Belangrijkste van deze week? Dat is denk ik. Nou ja, van de wapens. Van de wapens. Dat was de laatste week dat je de wapens kon inleveren tot eind oktober. Je hebt voor de wapens in te leveren. Maar ja, wie gaat er nou de wapens inleveren? Hebben jullie de wapens ingeleverd? Dat was hartstikke gek. Als je de wapens kon inleveren, wat moet je nou zonder wapens? Ja, de grote wapens, die moet je wel inleveren. En dan kan ik een bezoeker, een prachtig bezoeker, met een vlam van 50 meter, die heb ik ingeleverd. Want als ik je pak op de bezoek al, dan kun je alleen maar afbetalen aan de boete. Ja, dat schijnt wel uit. Dus de bezoek heb ik ingeleverd. Maar verder. Ja, ga er even de wapens in lijf, alsjeblieft, meneer. Dan geeft hij de wapens. Maar dan moet je kijken. Hij moet je kijken. Dat is wel hartstikke gek zijn als je de wapens in lijf hebt. En bovendien zijn er nog andere wapens. He? Hebben ze dan de hele wijk over de ijzeren slaven? He? Maar de ijzeren slaven is natuurlijk een helemaal hartstikke verkeerde wapen. Want je moet natuurlijk gewoon een koperen traproeje, de allerwisse koperen traproeje moet je hebben. Moet je kijken. Ja, ja. Je moet gewoon een koperen traproeje. En wat zo'n ijzeren slaaf? Ijzeren slaaf, als die dwars over op een rug neerkomt, dan buigt hij kom. We hebben allemaal je bij Ajax kunnen zien. Maar dan heb je niet met een koperen roeien. Die gaan er gewoon recht in, weet je wel. Dus je moet altijd een paar koperen traproeien bij je hebben. Moet je even kijken hoe goed het gaat, jongens, een fantastisch wapen. Moet je kijken. Zie je die flessen daar? Ja, zie je die flessen? Dat moet je even opletten. Kijk even. Kijk, kijk. Ah. Hé, jullie wel? Nou, we gaan natuurlijk een pilsje drinken, joh. Kom. Ja, we gaan kijken op de buiten. Kom maar.
Na de uitzending. We moeten nog even door met het programma, hè? Hey, Langlo, heb ik jou wel gevraagd waarom ik een koperpissie kon drinken? En waar jij soms een koperen roe in je rug, Langlo? Oké. Professor Hakkemans. Ja, op maar. Voor welke ministerspost bent u gevraagd? Nou, ik ben nog niet officieel gevraagd. Maar bent u wel gepolst? Ik ben ook niet direct gepolst, maar de naam wordt genoemd. Maar door wie wordt u dan genoemd? Dat kan ik niet zeggen. Als de naam genoemd wordt, dan ben je daar niet bij, hè? Ja. Ik weet het niet. Maar zou je kunnen zeggen dat uw naam circuleert? Ja, de naam is opgeworpen. Ja. Met andere woorden, uw naam is dus gevallen. Mijn naam circuleert, ja. Wordt in de mond genomen, zoals dat heet. Ja. Akkermans. Meerdere malen ook? Zeker 2 maal is die genoemd, de naam. Maar waar baseert u dat op? Op... Van 2 kanten heb ik het gehoord van verschillende zegslieden dat mijn naam dus in verband wordt gebracht met een ministerspost. Ja. In verband met defensie? Dat kan ik niet zeggen. Er werd een verband gelegd tussen de naam Akkermans en een post. Ja. Maar voor milieu wellicht? Ik kan daar in dit stadium geen zinnig woord over zeggen. U wacht dus rustig af? Het lijkt het beste dat ik heel rustig afwacht. En voor de zekerheid kan ik wel zeggen dan, nu, tegen u hier... dat ik lid ben geworden van de Partij van de Arbeid en het CDA. Heel snel, op alle eventualiteiten voor te zijn. Maar ik word genoemd. Ja, ik zit in de race. Ja. Weer een boompje met een kluit nemen, Frank, dit jaar? Ja, moeder. Laten we maar weer eens een boompje met een kluit nemen. Gezellig, hè? Hoewel, Frank. Als hij nou voor de kerstmis binnen is, is het zo warm, hè? Dan bent hij niet meer buiten. Hè? Hebben we gezien met het boompje van vorig jaar met de kluit? Ja, moeder. Dat vorige boompje is ook doodgegaan, ja. Hè? Ja, want als het zo lang binnen heeft gestaan, dan went het niet meer buiten, hè? Ja, moeder. Alles wat te lang binnen heeft gestaan, dat went nooit meer buiten. Nee. Zijn er toch ieder jaar weer gezellige, zalige dagen, hè, Frank? Huh? Ja, ja, moeder. Ieder jaar weer. Ieder jaar weer gezellig, hè? Het is alleen zo jammer dat mijn zoon Frank nog geen vrouw heeft, hè? Jammer, jammer. Ja, moeder, dat is heel erg jammer, hoor. Kijk eens, Frank, wat een leuke meneer daar zit. Niet wijzen, moeder. Niet wijzen. Ik zeg wel, ik zeg alleen dat een leuke meneer zit, hè? Niet om... Een vriendin van mij heeft een homoseksuele zoon... en die heeft al jarenlang een vaste relatie, een vaste vriend. En ze zou gewoon niet anders meer willen, hè? Want je krijgt van een homo-schoonzoon zoveel meer liefde en aandacht en zorg. Je wordt veel meer vertroeteld dan door een schoondochter, hè? En vroeger was het heel raar als je zei dat je zoon een vriend had. Maar tegenwoordig, als je zegt dat je zoon een vrouw heeft... dat is zo burgerlijk, hè? Dan val je echt een beetje uit de boot te midden van je vriendinnen. En Frank heeft nog niet eens een vrouw, hè, Frank? Nee, moeder. Heb je nog een leuke meneer die daar zit? Niet wijzen, moeder. Nou, ga mam even de neus poederen, hè? Ja, moeder. Even de neus poederen. En ik wil helemaal geen leuke meneer. Ik wil een lekkere, ronde, blonde meid om mee te rollenballen onder de kerstboom. En om mee op wintersport te gaan. En dan op 2000 meter hoogte, dan trekken we de skibroeken uit... en wrijven we mekaars billen in met sneeuw. Omdat we dat fijn vinden. Ja, ik heb geen lekkere blonde vriendin. Ik heb alleen mijn moeder. En daar ben ik voor behandeld. Dag, moeder. Ja, maar nog een verrassing voor je. Drink maar gauw je kopje koffie. Oh ja, moeder. Wij gaan vanmiddag samen gezellig naar die nieuwe leuke film van Paul de Leeuw. Hoe vind je dat? Reuze gezellig, hoor, moeder. Ja. Nou, drink gauw je kopje, lief. Dan gaan we. Wist je dat Paul de Leeuw ook een vriend heeft? Ja, dat weet ik hoor, moeder. En hij lacht altijd, hè, Paul de Leeuw? Ja, ja, hij lacht altijd. En de moeder van Jos Brink heeft een schoonzoon. En de moeder van Joop Braakek heeft een schoonzoon. En de moeder van Frank Haks. En de moeder van Frank Molenaar. En de moeder van Frank Govers heeft een schoonzoon. Ik zou best een schoonzoon willen. Ga ik mensen bedenken, hè? Ondanks de slappe economische situatie neemt de bonbon in Nederland nog voortdurend in luxe toe. De betere bonbon is een populaire delicatesse geworden die sociologisch gezien niet langer het zoete privilege vormt van een bevoorrechte bovenlaag. Goedemiddag.
Goedemiddag. Ik zou wel een bonbonnetje lusten. Ja? Maar geen bitter. U hebt toch wel geen bitter? Ik heb een heerlijke melkchocoladepraliné. Die komen op 3,90 bij ons. Zijn die hard? Ze hebben een nougatinevulling. Hard? Ja, hou ik niet van hard. Vinden. Moet je zo. Moet je zo werken. Het moet een beetje vanzelf gaan. Een bonbon moet een beetje een feestje blijven. Bonbon is een feestje. Hey. Dus ik hou niet van hard. Liever als ik hem net zo goed ons tof feest kopen. Ja, niet dan. Nou, neemt u dan wat gemengde bonbons? Of een doosje? Ja, nee, hij zit altijd hard bij. En bitter zit altijd bij. Nee, ik wil één bonbon. Van melkchocola. En zacht. Niet hard. En dat als ik hem dan in mijn mond stop. En ik bijt. Doorbijt. Dat is ineens zo loopt het in mijn mond. Dus dat het nat wordt en zoet in mijn mond. Dat wil ik. Daar wil ik één type bonbon van. Ah, u bedoelt een liqueurbonbon. Met bijvoorbeeld Grand Marnier-vulling. Zal ik daar een onsje van doen? Juist, ja. Nou, doe maar een pond. Maar mag ik dan misschien eerst eentje proeven? Dat ik weet. Dat ik weet. Natuurlijk. Ja. Juist, ja. Oh. Ik slok hem ineens door. Ah. Hij was ineens weg. Heb ik hem geen eens goed kunnen proeven. Ja, maar nog eentje proberen, want voordat ik een pond koop. Ja, natuurlijk. Alsjeblieft. Oké. Oh, komt het nat. Vlaat er veel nat zit er wel in, ja. Ik doe mijn hele mond. Nee, vind ik geen lekkere bonbon. Ach. Vind u echt een gezegd, hè? Oh, nee, helemaal niet. Zoveel smaken, zoveel bonbons, hè? Even hem een vieze bonbon. Een vieze bonbon, zeg. En dan daar een heel pond van, moet je aan denken. Bah. Vieze, moet er bijna een beetje even overgeven van die bonbon. Ik kan moeilijk hier de zaak. Ga ze dan overgeven. Dat kan toch niet, hè? Dat kan toch niet. Komen de mensen binnen, moeten ze grote uitsmijter van de kots moeten zij stoppen om bij de bonbons te komen. Dat kan niet. Ik moet thuis maar gaan overgeven, denk ik. Maar gauw naar huis, want ik kan hier toch niet gaan overgeven. Dat kan toch niet, hè? Nou, kom ik andere keer wel terug voor andere bonbons te proberen. Hè? Dag. Dag. Let de beunen op de tafel en de petten op de buus. Dan de heer in juine beste, best het oe hier thuis. Het thuis, best het oe hier thuis. Dit, dames en heren, welkom in Juine, is een oud Juins volksrijmpje. En dat drukt haarzuiver uit wat ik u als burgemeester van Juine zou willen toeroepen. Let de beunen op het tafel, leg de benen maar op tafel. Aan de petten op de buus, aan de pet op de buis, op de tv. Wanneer heer in Juine beste, wanneer u hier in... Mag ik, als ik even mag opwijzen, burgemeester... Waren er problemen, Hekking? Nou, als ik even mag opwijzen.
Buus is in Juine niet televisietoestel, hoor. Ja. Buus is platte buiskachel. Dus de pet op de buus is dat je de pet even op de platte buiskachel legt. En daarna weer lekker warm op het hoofd. Ah, juist. De pet op de buus. Nou ja, u ziet het, dames en heren. Ik ben nu 3 maanden burgemeester in Juine. Maar je leert er elke dag nog wat bij. Prima tip, Hacking. Fijn. Burgemeester, ik weet trouwens, als u geïnteresseerd bent, weet ik nog wel een mooie platte buiskachel voor de burgemeester. Dankjewel, Hacking. Wij houden het thuis bescheiden bij de open haard. Nog hout nodig, burgemeester? Dankjewel, Hacking. Buus, ja. Het ideale investeringsklimaat, de aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden, de grappige grondprijzen en de waterdichte infrastructuur van Juine zijn al een paar jaar geleden ontdekt door een 10-tal gerenommeerde bedrijven. Zo staan wij hier bijvoorbeeld voor het complex van de Bokap. En de Bokap is misschien wel 's werelds grootste fabrikant van... Hoe heette die dingen ook alweer, Hacking? Haalt me even uit de brand. Dat zijn pakringen voor propaancompressoren, burgemeester. Aha, pakringen. De beroemde Bokap pakringen. Een klein probleempje. Dat Bolpak heeft de sociale van betaling aangevraagd, de Bokap. Dus dat is liquide moeilijkheid. Sinds wanneer, Hacking? Sinds 14 dagen. Ze zijn op de rand van failliet, de Bokap. En om hoeveel mensen ging dat, Hacking? Nog gaat om 52 man, burgemeester. Wel, u hebt allemaal wel eens uw fiets gestald in zo'n gleuf in het trottoir. Wel, grote kans dat die gleuf uit Juine kwam. Want wij staan hier voor het complex van Eurogleuf BV. En Eurogleuf BV is waarschijnlijk Europa's oudste specialist op het gebied van fietsgleuven. Ja. Over de kop. Thaise gleuven. Nou, meneer De Ronde, nogmaals hartelijk gefeliciteerd met de geboorte van deze nieuwe Juinse. Haar naam was ook Evelien, was de naam. Hartelijk gefeliciteerd, meneer Hacking. Ja, dit zijn zo de prettige kanten van dit ambt. Maar deze zomer was Juinen op een minder plezierige wijze in het landelijke nieuws. Door criminelen uit de Randstad bleek in Juinen een veld hennep te zijn gepoot. En ik heb persoonlijk op de tractor deze drugshandel ter waarde van 25 miljoen gulden opgerold. Ja, er wordt de laatste jaren veel en veel en veel te veel getolereerd in Nederland. En wij willen hier in Juinen geen Amsterdamse toestanden. Leiding geven doe je niet van achter je bureau. En ik leid hoogstpersoonlijk als hoofd van de politie elke operatie die enigszins uit de hand dreigt te lopen. Wel, wij staan hier voor een verdacht pand. En mijn mensen houden al enkele weken deze bloempot in de gaten. Ja, meneer Hacking? Ja. Wie is ook weer de hoofdbewoner, meneer Hacking? Het pand wordt bewoond door een vaag artistiek type van buiten Juinenburg. Precies. En dit is inderdaad... Dit is hennep. Juist. Dit is zuivere hennep. U ziet, de plant heeft gebloeid. Marihuana van wordt gestookt. Ja. Deze plant is in overtreding, Hacking? Jawel, burgemeester, de plant is in overtreding. En ook de eigenaar van de plant, want er is hier aan het huis geen touwfabriek bevestigd. Aha. En er wordt ook geen huisvogels gehouden, zodat de plant niet kan worden aangemerkt als zijnde voor vogelvoer. Dit is een strafbaar feit. Dat dacht ik wel, ja. Mannen, actie. En nu, en de dubbele. Kort, mannen. Hier aan de stoeprand. Ja. En vernietigen, nu. Juist. Heren, één moment van komen. Hacking. Wel, tot voor kort kende Juine ook een jongerenprobleem. Opgeschoten, ruilbewuste jongelui die de middenstand lastig vielen aan ons prachtige stadhuis ontsierden met spuitbusopschriften. Van der Vaart Meurenaar. Wat bedoel je, Hacking? Van der Vaart Moordenaar, heeft het toch gestaan, burgemeester? Oh ja, dat was bij de opening van ons prachtige nieuwe abattoir. Daar is iets misgegaan. Kan ik me ook wel begrijpen, voorkomen onterechte opmerking. Maar goed, dit alles behoort nu tot het verleden. En ik zou zeggen, komt u even mee. Ja? Kom maar even mee, hoor.
te leveren. En zo komen ze ook nog eens in de kerk, moet u maar denken. Ja. Dus ik zou zeggen, kom morgenavond in het land. Allemaal naar de grote indoor kerstcross in Juinen. Ook de crossers uit Vlimmen en Terdeksel zijn hartelijk welkom. Er zijn prachtige prijzen te verdienen. Genijnen van zonder rollades. Eigen gemaakte patie. En alles van prima kwaliteit. Want geleverd door slagerij G-Hacking in de voorstraat in Juinen. Die ook de sponsor is van het Juinens indoor cross team. Kijk. Dankjewel, Hacking. Graag gedaan, Wil. Ja, dat zogenaamde probleem van de buitenlanders, dat is in de eerste plaats een taalprobleem. Kijk, als middenstander moet je natuurlijk een beetje blijven nadenken. Want als ze er niet zouden zijn, dan zou mijn handel mooi in elkaar storten. Ze maken de helft van mijn omzet uit, dus je moet een beetje je talen spreken. Nou, zo beheers ik Turks, Marokkaans. In de avonduren studeer ik Papiamento. Ja, je moet wel. Want die winkeliers hier in de buurt die gewoon stug Nederlands blijven praten, die raken een mooi stuk klandizie kwijt. En oh! Zo. Goedemorgen, meneer. Ah, Constantinopolis. Ja. Komt hij vandaan, hè? Is al 6 jaar vaste klant hier. En is ze goed, hè, Hiro? Goed groente, Hiro. Ja, u verkoopt inderdaad altijd mooie verse groenten, meneer. Ah. In de supermarkt zie ik vaak in de groenten van kleine beestjes lopen. Nee, jakkes. Maar u hier heeft groenten die qua versheid en hygiëne de toets der kritiek kunnen doorstaan. Goed, goed. En hoe is leven? Vrouw nog ouw in hinkebeentje? Oh, is heel vriendelijk dat u dit vraagt. Meneer, maar met mijn vrouw gaat het weer de goede kant op. Ah. Zij is op de goede weg met haar been. Goed zo, goed zo. Nou, ja, wat gaan we vanavond doen in Buikie? Ja, lekker eten, meneer. Ja, kilo apies. Aardappels. Velletje af van apies in groot snijmachine. Nou, dat doet u maar niet, meneer. Vriendelijk u dit ook zonder twijfel kilootje apies. Maar scheelt u hen maar niet. Want ten eerste vind ik het voor de opvoeding van mijn kinderen belangrijk dat zij leren hoe te helpen in het huishouden. En geschild kost een kilo aardappels 30 cent meer, wat volkomen terecht is voor uw apparatuur. Maar als u bedenkt, meneer, dat ik per jaar misschien wel 100 kilo aardappels eet, dan kunt u nagaan als u dat... Ja, oké, is het goed. Moet ze allemaal op de kleintjes letten, tuurlijk, meneer. Is het goed. Voor hetzelfde gemak staat hier een uur te ratelen, want ze hebben de tijd, hè, die gasten. Ratelen, ja. Kilo apies, niet blote apies. Nee, niet de blote apies. Maar alleen apies, wel veel beetje weinig, hè? Ja, natuurlijk, meneer. Moet ik meer bij hebben. Ja. Maar wij wilden vanavond met de hele gezin weer eens genieten van een echte maaltijd uit de specifieke Hollandse keuken die wij zo hebben leren waarderen zolang wij nu hier wonen, meneer. Goed. Want wat zijn nou toch mogelijkheden in de Hollandse keuken, hè? Lekkere de boerenkool, de bloemkool, de hutsepot en goed, de zure kool. Goed. En dus allemaal lekker. En de erwe. Erwtensoep. En dan daarbij de hele scala van pappen voor de morgen, meneer. De havermoutse pap, de griesmeelpap, een lekkere lammetjespap. Ja, karnemelkse pap. Pappen, niet hiero. Ja, meneer bedoelt, voor de pap moet ik mij vervoegen bij de zuivelhandel. Precies. Ja, moet ook niet pappen. Wat gaan we doen? Boerenkool. Boerenkool. Ik wou een kilo lekkere boerenkool, meneer. En dan daarbij misschien, meneer, zo'n lekkere grote rookworst uit de provincie Gelderland. Kijk eens. Met de mooie Veluwe.
Aardappels was erbij en de boerenkool. Kilootje boerenkool. Ziet er goed uit. Wij weten hoe boerenkool moet doen. Boerenkool in groot pan. Groot pan, nat, uit kraan. Groot pan op vlam. En dan koki-koki. Ja, de bereidingswijze van de boerenkool is mij bekend. Goed zo. Dank u wel. Toetje. Oh, voor de dessert. Misschien een beetje fruit, meneer? Juist. Gezond voor rikketik. Een mooi appel. En, is een mooi appel. Turks woord voor vitamine. Vitamine? Kleine beestjes in vruchtbol. Kleine beestjes in een appel, meneer? Goede kleine beestjes. Ik schrok mij rot. Atomen voor sterkspier. God, meneer, gezond. Doet u maar een pontje van de appels. En mag ik vragen, meneer, heeft u misschien een momenteel zijn van die lekker kleine mandarijnetjes? Van die lekkere kleine sappige mandarijntjes? Ik vind Nederland een van de beschaafdste landen van West-Europa. Maar één ding valt mij steeds vaker op. En dat is dat Nederlanders voortdurend onzorgvuldiger hun moedertaal beginnen te spreken. Tot genoegen, mijn heren. U bent direct, doch lef verbonden met onze studio De Haag. De tegenpartij is van jou. Mogen wij even overgeven? Mag ik even een tijltje, jongens? En dan nou, programma punt 2 van Rugop 81. Het verkiezingsprogramma van uw tegenpartij. Een oud geborduurd spreekwoord, dames en heren, zeg: het buitenland ligt naast de deur. Volgens mij wordt daar niet mee bedoeld dat jij, als je je huis uitkomt, struikelt over een Turkse jong met de spuiter in zijn arm. Volgens mij wordt daar ook niet mee bedoeld dat je je eigen liplazers kan lopen op zoek naar een broodje ros. Omdat je nergens anders ziet staan dan shawarma, 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 shawarma van die lijpe vermicelli-letters. Nou heb ik een neef, dat is zo'n gozer, want die hebben Shellpomp in Zuid-Afrika. Ik schrijf vaak met die neef, ik zeg: is er bij jou ook een heet hangtaboe, buitenlanders? Zegt hij nee. Ik zeg: waarom niet? Hij zegt: nou kijk, alle buitenlanders hebben hier de eigen thuisland. Zodat je nooit last hebt van de hele nacht lijpe muziek, blanke werkeloosheid en rare etensluggies. Ken dat in Nederland ook. Van Es, jij bent ordeleider. Licht dan eens even uit aan de mensen. Oh ja. Hè? Hoe dat in Nederland kan worden aangepakt, het probleem van de buitenlanders. Ja, de kaart erbij, kom op. Laat zien. Dames en heren, hier ziet u dan de nieuwe indeling van Nederland in 20 provincies. A la de tegenpartij. Kijk, heb jij dat zelf getekend? Of ik het nog weet, Jacobs. Even kijken hoor. Uit mijn hoofd geleerd. Alle Grieken in Nederland, die stoppen wij weg hier op de eilanden. Dat heet nou de provincie Grieksel. Zijn ze gewend. Net als thuis. Eilanden, waterrotop. Dan heb ik hier op ons barmeubel, heb ik gezien dat Afrika, dat is heel geinig, wist ik niet. Kijk, hier, Afrika, we leggen hier, kijk. De grens op precies dezelfde wijze als hier Groningen en Friesland aan zee. Dat leggen aan zee. Dus dan hadden wij gedacht hier alle Tunesiërs, Marokkanen en Algerijnen weg te stoppen, thuisland. Dat is net als thuis. Oh, je punt, dan kamelen. Alle Turken komen in wat eens de provincie Drenthe was. Dat heet nou Turkenburg. Juist. Vanwege de ruime mogelijkheden van schapen. Werkt mij ook heel... Dan krijgen we hier de Molukkers op de Veluwe. Vanwege de mooie natuur natuurlijk. Bomen. Dan de Surinamers in het zuiden. Is altijd weer een paar graadjes warmer. Denk aan de vrolijkheid. Denk aan carnaval. En de Arabieren dus wat ook. Vroeger Brabant en Limburg was. Brabant. Dan, even kijken. Oh ja, de Italianen komen hier. Juist. Dat heet dan Little Italy. Dat ziet er fantastisch uit. Maar mag ik even tussen u beiden komen, dokter Anders van Es? Als er nou Nederlanders zijn die zeggen: nee, ik blijf hier zitten. Ik vind het juist gezellig, die kleren zo. Ik ken dat. Dat ken zeer zeker. Oh, dat ken. Maar helemaal geen probleem. Nederlanders die niet meer tegen buitenlanders kennen. Wat doen die? Die gaan allemaal hier heen. Kijk.
Dit is de Randstad, dat heet nou Blankstad. Blankstad? Daar kunnen alleen buitenlanders komen met een pasje. Oh ja, ze kennen niet zomaar de Blankstad dat in? Nee, dat ken ik. Met een pasje? Rappie. Zo'n kaartje, zo'n beetje plastic kaartje. Dat ze dan het kaartje laten zien dat ze dan naar Blankstad. Juist, kijk, zo is de tegenpartij voor een multo-radiale samenleving. Daar zijn wij dus sterk voor. En denk ook aan de injectie die dit is voor de economietoerisme. Want je zal toch wel hartstikke gek zijn met een gaatje in je hoofd als je nou nog in een duur vliegtuig naar Tunis gaat. Als je hier, waar heb je het getekend, hier tussen Holweg en Wierum, lekker op je krent onder een strooien parasol tussen de Tunesiërs kan liggen. Ja, makkelijk zat. Zo, dames en heren. Zo. Maak uw tegenpartij van alle bange burgers weer vrije jongens. Dat ten eerste. Van alle buitenlanders weer binnenlanders. Dat is twee. En zo poes uw tegenpartij alle stront van de rassenknikker. Zo is het toch? Zo. Goedemiddag, mevrouw, is uw man thuis? Nee. Wij zijn namelijk van tuinadviseurscentrum Jacobs en Van Es en wij wilden u vragen of de tuin al winterklaar is gemaakt. Winterklaar? Hij bedoelt dus dat wij de tuin een beetje gaan... Winterklaar, mevrouw, inderdaad. Dat wil zeggen dat wij van Jacobs en Van Es de gehele tuinhuishouding kunnen bijstellen, zodat u van de komende voorjaar weer heerlijk van de fijne tuin kan genieten. Dus dat wij de tuin een beetje... Winterklaar? Tja... Dat klinkt eigenlijk wel noodzakelijk. Inderdaad, jawel, mevrouw. En zonder meer namelijk. Wat kost dat, winterklaar maken? Dat kennen wij pas vaststellen na een grondig tuinadvies, mevrouw. Een tuinadvies? En waar kan ik dat dan krijgen? Hij bedoelt, mevrouw... U kent nu en hier van ons een gratis tuinadvies. Kan u daarvan bekomen? Hè? Wij hadden geen dag later moeten komen, mevrouw. Oh, nee? Nee. Kijk eens, meneer. Scheurgras. Hier. Hé? Hey? Scheurgras. Scheurgras, mevrouw. Ja, maar mijn zoon komt toch wel eens om te maaien? Nee, dat helpt niks, mevrouw. Oh, nee? Uw hele gazon heb waarschijnlijk de scheur. Kijk eens die aarde van is. Hier. Hartstikke dood. Leef niet. Wat doen wij eraan, meneer Jacobs? Verrijken het gazon met neutronenkorrels. En de aarde rondom aanvullen en stipuleren met bavianenpigment. Kom op, Van Es, laat je handen zwapperen. Had u al koffie gehad, mevrouw? Misschien wilt u wel. Weinig melk en... Neutronenkorrels. Godverdomme. Het is gewoon de bastardzaak. Maar het is gewoon griezelig hoe u op mijn moeder lijkt. Ach ja. Ja, die heeft namelijk net zo'n stoel, mijn moeder. Gek, hè? Oh. Kom op, Van Es. Beetje doorwerken, joh. Ja, wat op? Nee, zo'n leuke jongen, maar je moet op een achterste togen zitten, want hij is namelijk niet helemaal in orde. Ach, nee. Ach, wat vind ik dat nou sneu voor die meneer. Nou, meer sneu voor mij dus. Ik bedoel, hij heeft er zelf geen weet van. Oh. Ik moet toch even ingrijpen. Wil je me even excuseren? Ja. Zeg Jacobs, kunnen we dit nou eigenlijk wel doen? Lul niet, dat mens bulk van de centen van Es. Ja, maar dit is toch eigenlijk een soort oplichting? Luister nou eens hier, lul Hannes. Hier wonen uitsluitend mensen met veel te veel geld. Dat legt de rufte en te roesten onder de kussens en in Zwitserland. En dat geld, dat maken wij wakker. Maar mag dat dan? Mag dat dan? Dat moet! Dat zijn wij als Nederlanders verplicht om al die sluimerende gelden op te sporen en terug te pompen in de economie.
Wij zijn eigenlijk twee moderne Robin Hooden. Oh, Ivanhoe. Ivanhoe. Luister, dat is een mooie struik. Die gaat eruit met de kluiter nog aan. In de plastic zak. Die ook, die ook. Ja, maar waarom? Bladschurft. Ja, de bladschurft. Krijg maar helemaal de vinkenteringheid. Ken ik mijn eigen hier het lepblazeren staan scheppen? Er zit meneer binnen op zijn luie rijt. Godver de godver. Dat was precies gepast. En is de tuin nu helemaal winterklaar? Mevrouw, al zal er zo'n pak sneeuw vallen. Oh. En bovendien voeren wij de milieugevaarlijke struiken voor u af. Ja, die hebben namelijk allemaal de bavianenschurp. En die worden gratis door ons vernietigd. Oh, dat is heel vriendelijk. Ook nog eens een keer, mevrouw. Tot kijk. Zonder aangenaam. Oh, maatje, het beste, hè? Voor het voorjaar of zo. Daag. Ivanhoe, Ivanhoe. Over alles berg en dal klinkt Ivanhoe. Hou je kop eens van mens. Hou je kop nou even. Come on, everybody. Give me a C, a C. Give me an H, H. Give me an A. Goedemiddag, Jan. Dag, mevrouw. Is uw man misschien thuis? Nee, die is niet thuis. Ach. Wij zijn namelijk van tuinadviseurencentrum Jacobs en Van Es. En wij hebben een paar bijzonder fraaie winterklare heesters in de weekaanbieding. Gegarandeerd zonder takkenschurf, mevrouw. Would you please get up off of your seat?